Ik voel me een beetje alsof ik een taakstraf heb. Deze dames namen het initiatief voor de No Plastic Walk. Ja, hier beginnen we. Samen met medestudenten van de HU en Hogeschool Avans prikken ze gehuld in gele hesjes afval. Of vooral peuken. Het valt op dat er vooral heel veel sigaretten liggen. En dat als je erop gaat letten, dat er toch veel meer ligt dan gedacht. Wel chockerend hoeveel afval er is. Voornamelijk hoeveel sigaretten er zijn. Daar moet misschien nog een innovatie op bedacht gaan worden. Met ons maatschappelijk initiatief willen wij studenten stimuleren om een goede bijdrage te leveren aan de wereld. We willen ook wel een beetje gewoon een statement maken. Dat het niet oké is om zomaar afval op de straat te gooien. En dat de gemeente er niet alleen maar verantwoordelijk voor is, maar dat iedereen zelf eigenlijk verantwoordelijk is voor die afval. Hesje is leuk om te dragen, dat is een leuke ervaring. Heb ik sowieso ook nog nooit aangehad. Werden we net ook al op aangesproken, hebben jullie een taakstraf? Maar het is ook wel een stukje veiligheid wat wel heel belangrijk is ook. Dat is toch wel heel fancy, hè? Dan vind ik het minder erg. Het is eigenlijk wel heel leuk om een keer te doen. Dat je mensen ontmoeten en gelijk de stad een beetje opruimen. Het gaat er zeker wel een stukje schoner hier uitzien. Ik ben benieuwd voor hoe lang. Dus eigenlijk zou dat eigenlijk gewoon dagelijks moeten gebeuren. En mensen meer bewust maken natuurlijk. Het is natuurlijk de eerste editie en er waren al best wel veel mensen enthousiast. Dus misschien dat we het volgend jaar nog wel een keer doen als er vraag naar is. Ja.